Jos die sprak Jeroen van Katwijk om te vragen hoe het eigenlijk met hem gaat. Dag kijkers, we staan hier weer eens naast onze eigen artiest Jeroen van Katwijk. Hoe is het, Jeroen? Hartstikke goed, Jos. Ja? Ja. Hey Jeroen, we hebben jou in de uitzending op deze dinsdag de tweede, omdat je weer een nieuwe single hebt. Hè? Ja, dat klopt. Ja. Ik heb dit nummer heel lang geleden geschreven, zeg maar, dit nummer. Ja. En ja, dat liedje lag toen de tijd ook klaar. Ik had een vriendschap vroeger op school gehad en helaas is dat uit elkaar gegaan. Het goede vriendschap zijn we uit elkaar gegroeid. Ja. Ja, en dat liedje lag bij thuis op de plank. Ik dacht van, zal ik het gaan uitbrengen, ja of nee? En toch heb ik het maar gedaan. Ja, en we zien nu de clip hier ook. En, ja. En je hebt het in de sneeuw gezongen. Ja, dat klopt. Ja. We hebben het toepasselijk ook in de sneeuw gedaan. Ik vond het wel een beetje toepasselijk, maar het liedje. Het past een beetje bij sneeuw, een beetje droevig, een beetje. Ja, daar gaat het liedje een beetje over, zeg maar. Ja. Jij hebt me toen laten staan. Ik had alles voor je over, alles voor jou gedaan. Nou, het is een beetje een verdrietig liedje inderdaad. Ja, zeker ja. 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 En hebben er al veel mensen naar gekeken? Ja, best wel wat naar gekeken. Volgens mij uit mijn hoofd 1300 mensen of zo. Zo, ja, dat gaat altijd wel goed met ja, je. Ja, mijn nummers worden wel goed bekeken. Maar iets anders. Jij was een artiest die heel veel optrad. Ja, klopt. Maar het afgelopen jaar, denk nul keer. Nee, geen één keer. Dat was in principe eigenlijk... ik heb nog wel een aantal optredens heb ik gedaan, zeg maar. Ja? Dus in september heb ik nog een heel kleinschalig feestje mogen geven voor een paar mensen. Oh. En dat was wel hartstikke gezellig, zeg maar. Ja. Maar toch de gezelligheid met meer mensen, net als CLO, Lens, Bergrock en al die festivals, dat soort dingen, dat heb ik gewoon niet meer. Dus dat soort dingen. Hey, maar dan komt er ook geen geld op de plank. Nee, dat klopt. Maar ja, nogmaals, het is een hobby voor me. En ik vind het gewoon leuk hoe ik het nu gewoon doe, zeg maar. Het is gewoon een leuke hobby. En af en toe, ja, je moet er helaas niet bij stilstaan. Het leven gaat verder. En het is gewoon eenmaal zo. Nou, gelukkig kan je nog videoclips maken. We hebben weer eventjes gezien wat je nieuwste hit is. Ja. Zit er alweer een nieuwe single in? We zijn bezig in de zomer een zomerclip uit te brengen. Dus dat is wel wat vrolijks. Ja. En tussendoor ben ik nog wel livestreams aan het optreden. Dus doen via mijn Facebookpagina. Dus de mensen die... zeg maar, die lid zijn van mijn Facebookpagina, die kunnen meekijken naar mijn optredens. Dus één keer in de maand doe ik een livestream. Dan zing ik bijvoorbeeld een anderhalf uur. Noem eventjes je Facebookpagina. Nou, gewoon Jeroen van Katwijk, mensen. Je kunt me volgen op mijn Facebookpagina. En op Instagram ook op Jeroen van Katwijk. En op YouTube op Jeroen van Katwijk. En tegenwoordig heb ik ook TikTok. Kijk, dan maak je wel hele korte nummertjes. Ja. 15 seconden. Ja. Doe je dan een dansje? Nou, dat doe ik niet. Ik hou me lekker bij het zingen. Dat is mijn sterkste kant. Dan laat ik liever alles doen. Ik hoop dat in de tweede helft van dit jaar jouw agenda weer helemaal volgeboekt is. Alle weekenden. Ja, ik hoop het wel. Dan gaan we nu weer terug naar Eswin. Nou jongens, veel succes met de uitzending. En graag tot de volgende keer maar weer. Jij was mijn beste vriend. Ik had dit echt niet verdiend. Ik heb zo pijn en verdriet, maar dat zie jij niet. Nou Jeroen, wat een mooi nummer.